Een heel goede middag. Vandaag zijn we in Maastricht bij Thomas Ruggoe en spreken we met Ruud Keulen voor de Limburg Innovation Challenge en de Maastricht University Challenge. Ja, dankjewel voor jullie uitnodiging. Mijn naam is Ruud Keulen. Ik ben verantwoordelijk voor Thomas Ruggoe International in Maastricht. En wat wij maken zijn geleidesystemen. En dat zijn de metalen systemen waar thuis bijvoorbeeld je keukenlade aan hangt. En die maken we in vele miljoenen per jaar. Even, hoe zou u innovatie omschrijven eigenlijk? Nou, voor mij persoonlijk is innoveren echt vernieuwen en veranderen. Dat zijn twee dingen die samengaan. Ja. En met name het vernieuwende element in de verandering is voor mij innoveren. En we zijn hier voor de challenge uiteraard, mm-hmm, van de Maastricht University. Waarom doen jullie als bedrijf mee aan deze challenge? Wij doen mee omdat ons bedrijf haar strategie baseert op een aantal van de 17 SDG's, de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. En wij hebben sowieso dominant aanwezig 3 SDG's. Dat is kwaliteitsonderwijs. Dus wij nemen actief deel aan in feite het vormgeven van een stukje onderwijs. Daarnaast staat bij ons innovatie centraal, dat is SDG 9. En die staat centraal omdat wij zien dat innovatie belangrijk is om de continuïteit van onze onderneming te kunnen garanderen. En nummertje 17, dat is de SDG die iets zegt over werken in partnerships. En dat is wat wij ook een warm hart toedragen, omdat wij als onderneming te klein zijn om alle specialiteiten die wij nodig hebben om te kunnen innoveren, om dat op eigen kracht te doen. Dus wij zoeken ook die samenwerking, bijvoorbeeld met een universiteit. Wat hoopt u dat de studenten waar ze mee aan zullen komen? Wat ze zullen bijbrengen? Nou, wat ik vooral hoop is dat juist wij ons steentje kunnen bijdragen aan studenten te enthousiasmeren juist voor het onderwerp innovatie. Hè. Veel mensen hebben toch soms moeite met veranderen en vernieuwen. En dat zijn toch elementen die heden ten dagen in organisaties dominant aanwezig zijn. Ook nog een tip of docent iets willen meegeven in deze challenge? Ik denk dat vooral belangrijk is voel een stukje passie. Dat is ook gewoon leuk om te doen. En misschien wel het belangrijkste is, besef nou gewoon dat veranderen en vernieuwen, dat gaat altijd gepaard met fouten maken. Wees daar niet bang voor. Accepteer gewoon dat die fouten gemaakt worden. En als de fouten gemaakt worden, nou, sta dan weer op en ga weer door.